Het moet een enorme klap zijn geweest op de Heeklaan in Helmond. Iets na middernacht botst een personenauto op een tegemoetkomende ambulance. Met fatale gevolgen. 3 van de 4 inzittenden van de auto komen om. Tienerjongens van 15 en 16 jaar oud. De ambulance komt net terug van een melding als het op de Heeklaan goed misgaat. Door nog onbekende oorzaak ramt deze tegemoetkomende auto de ambulance en komt op een lantaarnpaal tot stilstand. In de auto 4 tienerjongens, waarvan er 3 overlijden. De bestuurder, een 16-jarige uit Nuenen, en 2 andere jongens van 15 en 16 jaar oud. Een 15-jarige Eindhovenaar wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De 2 ambulancemedewerkers raken lichtgewond. Honderden mensen kwamen vanmiddag samen op de plek van het ongeval. Vrienden omschrijven de jongens als hele lieve jongens. Jongens met een hart van goud en diehard PSV-supporters. Tijdens de herdenking werd er vuurwerk afgestoken en het zag rood van de fakkels. Bij het ongeval kwamen Levi, Anthony en Elvis om het leven. De stiefvader van Levi kreeg vannacht de schrik van zijn leven. We worden wakker van politie aan de deur. Je zoon is dood. Wat moeten we dan nog doen? Hoe moeten we daar omschrijven? Hoe moeten we dan voelen? Ik weet het niet. Wij zijn alles wat voor ons belangrijk was in het leven is in één keer weg. De politie is druk bezig met het onderzoek naar het dodelijk ongeval. Duidelijk is dat op de plek van het ongeval een fles lachgas is gevonden. In hoeverre dat die van invloed is geweest op de gebeurtenis, ja, dat zal mogelijk uit het onderzoek moeten gaan blijken. De jongens waren 15 en 16 jaar oud. Duidelijk is dus dat ze geen rijbewijs hadden. Kinderen van 16 die stiekem gaan autorijden is niet slim. En daar betalen de hoogste prijs mogelijk voor. Buurtbewoners hebben vannacht alles gezien. Ze zijn nog altijd emotioneel en geschrokken. Hij stond daar, die auto tegen de lichtmast aan. Ik denk, de ambulance is er al bij. Maar achteraf was contact met de ambulance geweest. Gelijk het alarmnummer gebeld. Dan was echt minuten of seconden lang stilte, er gebeurde niks. In de ambulance niet, in de personenauto niet. Andere verkeersdeelnemers die hebben uit de personenauto de portier opengetrokken en eentje eruit gehaald. Er gebeurde niks. De bestuurder was gewoon buiten bewustzijn. Kane ligt nog in het ziekenhuis. Hij is ondertussen wel buiten levensgevaar. Wat ik begrepen heb is dat hij bij kwam. Dat hij vroeg, zegt tegen Levi dat alles goed met me is en dat hij weer wegzakte. Ons Levi was al 2 jaar dood op dat moment. Afgrijzelijk. Dus ja, ik hoop echt dat hij er goed uitkomt. Het was net zo goed als een kind voor ons als ons Levi zelf was.